Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 24 alweer hier in Hongarije. We gaan daar verder op de Hungaroring, een Mickey Mouse baantje, een smal circuit. Dus ja, dat wordt nogal lastig, maar heb je die vorige race gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan rechtsboven het i'tje. Klik erop en jij de video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Er komen veel updates aan. Dus de auto wordt alleen maar beter en beter. Ik verwacht niet zoveel van de Hungaroring. Wel dat we het knap lastig gaan krijgen, net als vorig seizoen. Toen kwamen we helemaal niet voor elkaar. Dat ging gewoon niet. Hopelijk dat het deze keer wel gaat lukken. Dus op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 24. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de kwalificatie voor de grote prijs van Hongarije. Kijken wat dit dan gaat opleveren voor ons. Hopelijk kunnen we doorkomen naar het tweede kwalificatiedeel. Ik ben heel benieuwd. Hopelijk jullie ook. DRS hier dus geopend. Eerste aanrempunt. Nemen wij de bocht mooi. Jazeker. Weer DRS geopend voor de tweede keer. Komen we aan bij de laatste bocht. Die nemen wij ook heel erg mooi. En dan laten wij een tijd noteren van een 1.19.2. Een zesde tijd voorloper. Dat is inmiddels een 20ste tijd geworden. Schwarzman achter mij. Piastri ook achter mij. En diezelfde Schwarzman rijdt ook echt achter mij. Geen toeval. Wel toeval denk ik, maar goed. En ja, dan is het gewoon kijken wat deze ronde gaat worden voor ons. Ik denk niet echt meer een verbetering. Maar goed, je weet het maar nooit. DRS hier dus weer geopend voor de tweede keer. En dan missen we daar een beetje de bocht. Mis ik hier ook een klein beetje de apex. En ja, dan gaat hem denk ik dit niet worden. Vlag hangt uit. En het is een 20ste positie. Jammer. Uitslag van Q1, Leclerc het snelste, Verstappen naar 2, Hamilton 3. En wij starten dus op de 20ste plek in de grote prijs van Hongarije. Niet getreurd, er kan van alles gaan gebeuren. Dus laten we lekker doorgaan naar de race voor aflevering nummer 24. Daar gaan we dan. Welcome to Budapest once again for another round of Formula 1 action. Historically a good race for first victories with Button, Hill, Alonso and Heikki Kovalainen all reaching the top step of the podium for the first time here. Located 12 miles northeast of the Hungarian capital Budapest, the 14 corners of the Hungaroring are steeped in history and prestige. Overtaking has always been difficult on this technical 2.7 mile track, but the last few years in particular have turned up some exceptional races. So let's hope we're in for another one here today. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. It's Carlos Sainz in pole position, and Lando Norris lines up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Leclerc, Russell, Sergio Perez, and Verstappen, Ricciardo, Hamilton, Ocon, and Mick Schumacher, Tictum, Albon, Yuki Tsunoda, and Fernando Alonso, Magnussen, Joe, Lance Stroll, and Pierre Gasly, Schwartzman, the Professor, Oscar Piastri, and Nicholas Latifi. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. With me today, of course, is Natalie Pinkham. Let's have a chat about McLaren. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within the team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that has definitely contributed to the performances we've seen. Yeah.
Okay, now that we've got some good points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Dat klonk een beetje seksistisch, Mark, maar goed. Okay. Gaan we vooral doen, punten proberen te sprokkelen namelijk. Dat is gewoon het doel, geen regen verwacht. Medium hard is de strategie. In één stopper. Neem hem extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. Dan gaan we gewoon beginnen voor de Formation Lab hier in Hongarije. Starten dus vanaf een P20. En is het vooral het hoofd koel zien te houden bij de start. En tijdens de pitstops, want die kunnen ook cruciaal zijn namelijk. Komen goed weg van de startgrid. Alles gewoon bijwerken, zegt Mark Brisley. Dus dat gaan we ook gewoon doen. En dan komen we bij het einde van de Formation Lab. Is het voornamelijk goed in onze startpositie staan. En dat doen we ook, jazeker. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 24 hier in Hongarije. Want de lampen gaan aan voor de grote prijs. En ze zijn... uit en we zijn onderweg en we komen matig weg, want Piastri is beter weg. Jazeker heeft ons er gelijk ingehaald tijdens de start. Latifi is ook heel slecht weg. We kunnen daar aan de binnenkant kijken, jazeker dat doen we ook. We maken een divebomb naar Guang Yuzhou. En dat is P17. Jazeker, een mooie start voor ons, een mooie eerste bocht voor ons. En daar al gelijk kijken bij... Gasly, maar die laat ons niet leven. Wij duwen hem daar volledig buiten de baan. En dat is helaas een P19. Er zijn een aantal plekken terugverwezen. En gele vlag wordt gezwaaid door Pierre Gasly. Die rijdt gewoon weer en we kunnen weer verder racen hier in Hongarije. Chaotische eerste openingsronde van de race. En dan zitten we in ronde nummer 2 van de race als Stroll wordt opgehouden door Piastri. En wij kunnen daar mee aanvallen. Stroll laat ons niet leven, maar wij doen dit gewoon lekker terug. Wielen haken hier gewoon in elkaar. En ik heb daardoor Bottas geraakt. En daar ook gelijk even een kleine touché met Lance Stroll. En Latifi gaat hard verdedigen ten opzichte van Zhou. En wij vallen daar Stroll aan de binnenkant. Jazeker, dat lukt ook. Goed gedaan. En dat is P18. Kan Stroll terugkomen? Jazeker, dat lukt. We proberen hem daar af te knijpen. Hier lukt dat ook. Mooi. En dat is gewoon P18. Maar Piastri is al 2,4 seconden van ons vandaan. Die is al helemaal weggereden van ons. Dus dat wordt nogal oppassen geblazen. Zitten we in ronde nummer 6 van de race. Als we daar Dan Ticktum hebben. Begin ronde nummer 7 en DRS is hier geopend. Overtakeknop aangezet. Aan de buitenkant kijken van de Brit. En dat is P17. Jazeker. DRS hier weer geopend. En hier kan Ticktum helemaal niks. We zijn voorlopig veilig. Dus dat is goed om te zien. ...3,4 seconden naar Piastri, maar daar zit Ticktum aan de binnenkant te kijken, heeft DRS. Wij proberen hem daar af te knijpen richting de muur. Dat lukt helaas niet. Dan hier eerder proberen te remmen om terug te kruisen, lukt ook niet. En Ticktum heeft ons verschalkt, maar wij kunnen terugkomen aan de buitenkant. Proberen. En daar is een touché. Een touché met Dan Ticktum. Die zit daar nog steeds aan de binnenkant, buitenkant bedoel ik. En we raken elkaar daar meerdere keren. En dat is helaas, volgens mij is dat Gasly en Ticktum die elkaar hebben geraakt. De safety car is uitgeroepen. Twee rijders weg. Ticktum en Piastri. En Gasly, sorry. Excuseer. Gasly en Latifi hebben elkaar... Nu ben ik echt helemaal in de war. Gasly en Ticktum
hebben elkaar geraakt. Nu zeg ik het goed. En dat betekent safety car. Twee rijders weg. En we duiken naar binnen, want we hebben toch niks te verliezen namelijk. Komen we terug op een P19 denk ik. Als ik dat goed zeg. Tiktum en Gasly zijn dus weg door een touché van beide mannen. Prima pitstop, 2,4 seconden en we kunnen weer door. Laatste pitstop ook weer gehad. Nog 24 rondes hierop rijden. Dus we gaan door tot het eind. Hoeven dus niet meer naar binnen. En dit is gunstig voor ons. Want nu kunnen wij naar de safety car toe rijden. Naar het rijtje toe rijden. En de rest voor ons moeten misschien nog allemaal naar binnen. Dus we kunnen punten pakken. Het zou wel mooi zijn. Als we daar dan dus Magnussen hebben. En de safety car duikt op het allerlaatste moment in ronde nummer 12 naar binnen. Hoe goed is onze herstart? Dat is de vraag. Hoe goed is de herstart van ons? Het zou mooi zijn als die extreem goed was. We moeten opletten dat we Magnussen niet voorbij mogen tot start-finish. En die herstart is niet goed. Die is niet goed. Maar Schwartzman is ook niet wakker gebleven. Groene vlag en we kunnen weer racen hier in Hongarije. Vallen daar Magnussen aan? Jazeker. Proberen het van ver en dat is P17. Goed hoor. Op naar Nicolas Latifi. En wij verdedigen hier mooi van Magnussen, dus hij kan er niet voorbij. Herhaling van Dan Tiktum. En die raakt ons. Hij wou terugkomen terwijl er eigenlijk geen plek was, dus hij maakt de plek voor zichzelf. En hier raakt hij mij. En dan is het Gasly die Tiktum elimineert. Oké, aan boord bij Gasly. Tiktum gaat daar wijd. En dan is het Dan Tiktum die terugkomt. Die raakt Gasly en Gasly zijn achterband raakt de voorband van Tiktum. En daardoor zijn beide rijders uitgeschakeld. En dan zitten we in ronde nummer 14 van de race. Sorry. Ja, dat zeg ik goed. Ronde nummer 14. Als we daar Latifi hebben voor P16. Klimmen langzaam richting de top 11. Moeten proberen Piastri zo snel mogelijk voorbij zien te gaan. Want het gat naar Ricciardo is al groot. 1,8 seconden. Dat moeten wij verkleinen namelijk. Hopelijk zo snel mogelijk. En dan rijden wij op een P4. Waarom? Mensen zijn naar binnen gedoken. En wij hoeven niet meer te stoppen. En daar zit Magnussen te kijken naar de binnenkant. Kan er net niet naartoe rijden. Probeert het wel. Aan de buitenkant, daar zit ook gelijk Charles Leclerc. Driedek lukt niet in de eerste bocht en wij houden die positie. En Leclerc en Sainz. Sorry, Sainz is dit keer op een plekje opgeschoven. En hij kijkt daar naar de binnenkant. Je zit daar goed. Maar wij doen dit eventjes mooi. Duwen hem daar wijd en Magnussen kan daarvan profiteren. Magnussen terug naar P5. In ronde nummer 20 zitten we daar. Als Sainz het probeert aan de buitenkant. Voor P4. Lukt niet. Moet het daar even opnieuw gaan proberen. En het gat naar Ricciardo is inmiddels gegroeid tot 14,4 seconden. Dus dat kunnen wij niet meer dichtrijden. Dus nu moeten wij proberen om die P4 binnen te slepen voor ons. Het zou onze derde achtereenvolgende puntenfinish zijn in My Team Career Mode. Na Canada en Oostenrijk worden dit keer Hongarije. Hadden dus een voordeel tijdens de safety car, want wij doken naar binnen en heel veel jongens doken niet naar binnen. En daardoor zijn we nu op een P4 beland in de race. Sainz zit nog steeds achter ons. In ronde nummer 22 zitten wij. Als Sainz zich vergaloppeert en raakt daar zijn teamgenoot. Charles Leclerc en Carlos Sainz maken contact, net als in Emilia-Romagna. Het is geel vanwege Carlos Sainz. En ik denk dat Carlos Sainz gaat uitvallen. Als ik dat goed zeg. Jazeker, Carlos Sainz valt alweer uit in een grote prijs. Jammer voor de WK-leider. Terwijl Charles Leclerc het er even moeilijk had. Kwam daar op de curbzone terecht.
en heeft nu een achterstand van 17e, dus met dat DRS gedoe gaat hij het niet goed maken op het rechte stuk. Herhaling wat er is gebeurd met Sainz. Die heeft daar even een momentje overstuur en raakt daarmee Charles Leclerc. En ik denk dat die klap zo fataal was dat gewoon de auto gewoon helemaal kapot is. Ik zie geen voorophangingsschade, maar hij parkeert hem hier wel bij een Marshall. Oké, interessant. We zitten in ronde nummer 23 van de race. Als daar Charles Leclerc probeert aan de binnenkant, lukt dat? Nee, we laten hem staan. En het is nog steeds P4 met nog 12 rondes te gaan in de race. Verstappen is ook inmiddels aangesloten bij dat groepje. De rest naar P2, volgens mij leidt George Russell de wedstrijd in Hongarije. En Leclerc zit te kijken naar de buitenkant, maar wij laten de deur mooi dicht staan. Hij kan er niet voorbij. Leuk feitje, Russell reed hier in real life, in het echt, naar zijn allereerste pole position. Maar die kon hij niet verzilveren vanwege Max Verstappen die hier de race won van P10 op de startgrid. Leclerc vergooit daar zijn exit en Verstappen kan er misschien van profiteren. Zit zij aan zij met de Monegask. En is er voorbij. Voor P5. Wij rijden steeds op een P4. En we zitten in ronde nummer 31. Nog 4 rondes te gaan. We moeten dit gewoon blijven zien vol te houden. Verstappen kan een aanval doen voor die vierde plek. Hetzelfde geldt voor Charles Leclerc. Die kan ook een aanval doen voor plek 4. En wij moeten nu alles gaan verdedigen. Met nog 4 rondes te gaan. Hoe toevallig. Daar zit Max aan de buitenkant. Jazeker. Zit ernaast, maar komt op dat broodje. Oh, en daar gaan brokstukken. Er gaan brokstukken op de baan, zie ik. Max Verstappen heeft volgens mij Charles Leclerc geraakt. Verstappen toucheert Leclerc en ik denk dat Charles naar binnen moet voor een nieuwe neus. Daardoor komt Hamilton op een vijfde plek te liggen, denk ik. Wat een chaotische grote prijs hier in Hongarije. Iets wat ik niet vaak meemaak, maar goed. Alle races van dit seizoen zijn natuurlijk vet om te zien. En wil je nou niks meer van mij missen? Gewoon abonneren. Het is gratis, kost geen geld. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Charles Leclerc is naar binnen gedoken. Voor een nieuwe neus. Aan boord bij Verstappen hier. Probeert het op dit smalle stuk. Kan er niet voorbij. Dan probeert hij hier naar de buitenkant te kijken. Dan moet hij daar even terugschakelen. En dan is het Verstappen zelf die op, wat is het, dat zo'n sijzersbroodje komt, de sausage curb, worstje noem ik het. En daardoor is Max de controle kwijt en raakt daardoor Charles Leclerc. Hier kon Charles Leclerc niks aan doen, aan boord bij de Monegask. Kijken hoe hij het hier ziet. Verstappen wordt daar mooi wijd geduwd. En dan rijdt Verstappen daar op dat langere curbstone en is hem gewoon kwijt. En daardoor verziekt Max de race van Charles Leclerc. Dat is jammer. Downforce verlies en een nieuwe neus. En dan zitten we in ronde nummer 34 van de race. De ene laatste ronde loopt. Lewis Hamilton kan misschien aanvallen. Maar wij houden de auto mooi breed. Kan er niet voorbij. Dat is goed om te zien. En volgens mij gaat George Russell zometeen de wedstrijd winnen. Is al bij einde sector 2. Zometeen komt hij aan bij sector 3. En dan wint hij hier een race in Hongarije. Jazeker, wij moeten nu in de laatste ronde. Daar zitten wij nu in. We moeten daar even gaan oppassen voor Lewis Hamilton en Esteban Ocon. Russell komt aan bij de laatste bocht. Gaat Max Verstappen net niet op een ronde zetten. Maar wint wel de grote prijs van Hongarije. Jazeker, Russell de vierde man. Perez naar P2. Ricciardo maakt het podium compleet voor McLaren. Wij moeten even Lewis Hamilton zien af te stoppen. Als dat lukt, hier kan Lewis helemaal niks. Het gat naar voren boeit helemaal niet, Mark. We moeten gewoon Lewis Hamilton en Esteban Ocon zien af te stoppen in deze grote prijs. Houden de auto breed, maar daar zit Lewis Hamilton aan de buitenkant. Aan de binnenkant, sorry. En wij moeten daar een escape route nemen aan de buitenkant. Ik weet niet of het in het echte leven mag, maar blijkbaar keurt de game dit goed. Wat kan Lewis Hamilton nog? Met nog een paar bochten te gaan in de race. Hier dan misschien.
Jazeker, aan de buitenkant. Nee, lukt niet. Wij houden de auto breed. Lewis probeert het dan wel, maar verliest een plekje aan Ocon? Nee, Ocon houdt in. En dat betekent dat wij hier onze beste resultaat ooit gaan boeken in F1 22 My Team Career Mode. Wij gaan hier een vierde plek boeken, 12 punten erbij. Goed gedaan, dankzij de strategie, dankzij de safety car, dankzij de chaos hebben wij maximaal geprofiteerd. Is het op naar de volgende race. That's it for another Grand Prix and a fantastic win for Mercedes. Natalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot. A well-earned victory for Mercedes. Nou, hier ben dan dus de race-uitslag van de Grote Prijs van Hongarije. George Russell wint een race. Goed gedaan. Perez naar P2, Ricciardo naar P3 en wij dus naar een P4. Vertrokken we nog een P20. Goed gedaan. Hamilton 5 en Piastri helaas een P15. Doet hij toch nog goed. Pakt 6 posities. 3 uitvallers. Tiktum, Gasly en Sainz. En wij klimmen naar een P9 in het coureursklassement. Pakken Fernando Alonso. En Russell pakt Leclerc voor P2. Mercedes is voorbijgestoken aan Red Bull. En wij zijn bij de constructeurs. Moeten wij nog even Aston Martin voor ons zien dulden. Maar hopelijk kunnen we daar verandering in brengen. Het team acclaim met mezelf en Piastri. Level 18 in het team. Level 13 mezelf en level 16 volgens mij Piastri. Als ik dat goed zeg. Bij de sponsoren. Goed gedaan. Helaas hebben mijzelf en Piastri schade gereden. In totaal krijgen wij $2,79 miljoen op de bank. Zoveel K erbij geschreven, dat is goed om te zien. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, bedoel dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan en vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse Formule 1 content. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat jij geen enkele race / video meer van mij mist. We gaan lekker met de abonnees, dus super bedankt daarvoor. Later pushen naar die 145 abonnees. Nog 1 abonnee erbij. Dan hebben we dat doel bereikt en dan door naar de 150 abonnees. Dus we gaan lekker. Maar goed, dit was het mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. We gaan verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.